allemaal, mijn naam is Tom en vandaag de nieuwe aflevering van Sniper Elite 3. Want de vorige keer die truc gemold en die andere truc en deze had een beetje gelokt met een tripmine hier vorige keer. En hem daardoor laten opblazen. En nu komt er wel een persoon op me af, moet ik eventjes snel zijn met schieten. Hoe ziet hij mij? Goed oog heeft hij. Oké, dit wordt nog lastig, dit gaat lastig worden. Hoppa. Gewoon een beetje met je muis en hoofd volgen. En hij is down. Oh, er komt nog een auto aan. Wat de hel? Blijven dingen spawnen of zo? Dat wist ik echt niet. Oké. Dus weet je, daarvoor oppassen in de toekomst. Moet je veel gaan snipen. Dat is wel duidelijk. Oké. Even deze gast searchen. Kan het niet? Oké, dan niet. Even zien. Daar zijn in de verte. Maar volgens mij kunnen we hier naar binnen gaan. Ik zie daar een ladder. Dus ik ga eventjes naar naartoe rennen. Dan moet natuurlijk het fort ingaan. Find a way into the fort. Even kijken, hebben we nog een andere objective erbij. Oké, die hebben we al gehad. Dat is mooi. We hebben namelijk die lampen net gemold. Dus laten we even die ladder op gaan. Als het kan, volgens mij wel. En dan gaan we het fort in. Hoppa. Nice and easy. Oké. Volgens mij lijkt het wel een snipingplek dit. Oeh, een overgang. I'm in. Ja, dat ben je inderdaad. Locate the informant's cell. Oké, dan moet iemand dus vinden. Iemand, een informant of zo. Even kijken. Alles reloaden. Wacht. Ik zie 1, 2. Kan ik taggen? Vier. Daar is nog eentje. Even kijken. Oh, maar vier. Dat valt best wel mee. Oké, eerst deze maar. Dan kan ik even de game save. Is wel handig, denk ik. Even save game tussen de afleveringen. Altijd handig. Even kijken. Save game. En gesaved. Mooi. Dat scheelt weer even een checkpointje. Altijd handig. Oh fuck, hij komt op af. Als hij dat like ziet. Ben ik het haasje. Ben ik helemaal de Sjaak. Even kijken. Even zo voorzichtig. Naar beneden klimmen. Dat ze me niet zien. Oeh, kijk. Ammo. Dat is handig. Ja, nu kan het wel. Direct damage. Wat een pussy. Oh fuck, hij komt erop aflopen. Dat is heel fijn. Oh, er komt nog een aan. Hij ziet hem wel. Hij ziet het like. Oké. Hij komt erop af. Ik sta klaar om hem dood te schieten. Jongen. Als een echte James Bond stealth kill. Zijn hoofd blijven volgen. Sterf op de... Ah, oh, gelukkig. Ik dacht hij blijft daar staan, maar hij ging opeens omhoog. Dus ik kon niet meer goed op zijn hoofd mikken. Oké, snel dit even reloaden. Bandage full. Nice. Even kijken. Hoppa. Ik kan weer heel veel healen. Dat is fijn. Oké, nu eventjes deze gast van achteren... doodknallen. Oké, Thompson erbij. Fijn. En deze... Wellrod vol. Nice. 16 kogels. Dat is meer dan genoeg. Ik ga eventjes hier langs, denk ik. Misschien van de andere kant hem eventjes uitnemen. Oh, is het eentje rechts direct al? Oh, heel veel zitten hier. God. Oké. Het kamertje het één. Oh, oké. Zo. Easy kill. Even kijken, wat is hier? Papieren. Aha. Oké. Interessant. En als je de dingen dus... Dat is ook even een achievement volgens mij. Al die dingen lezen. Grappig. Oké. Hier lijkt me verder niks in te zitten. Wow. Close call. Oké. Hij komt hierheen volgens mij.
Ja. Ah, ik kan niet omdraaien, dat is irritant. Ik wil hem eventjes zo schieten. Maar je bent gewoon rechtshandig in elk spel, volgens mij. Elke third person. Oh nee. Hij is dood. Ja, dat is hij inderdaad. Wat denk jij? Die slaapt op de grond. Met een kogel in zijn kop. Natuurlijk is hij dood. Zo. Easy kill. Hehehe. Nice. Oké. Even hier nog wat searchen. Is hier nog wat? Nee. En daar. Een tafel met wat kaarten. Ah. Oh, dus daar gaan jullie aanvallen. Tsjechen doen mee. Apart. Wist ik niet dat die mee vochten. En trouwens, voor mij bestond Tsjechisch-Slowakije toen nog steeds. Dus wat de heck. Even kijken. Dat is Iran of zo. Of weet ik veel. We gaan verder. Ik hoor hier iets. Een geluidje. Hierboven waarschijnlijk. Even kijken. Even dan zachtjes omhoog. Zit hier iemand? Als het goed is, zit die daar. Oh, die zag een like. Kut. Oh, dat zijn die winddingen. Kan ik die kapot maken? Oh, ik doe even twee stappen. Ga ik niet sneakend lopen. En direct ben ik al gezien. Of gehoord. Zeer goed gehoor heb je dan. Oké. Okay. Daar komt hij al. Kut. Gast. Hoe blind en hoe doof ben je dan wel? Dat je niet een kogel voor je neus voorbij hoort vliegen. Dat vind ik apart. Ze horen mij wel eventjes twee stapjes zetten, maar dat weer niet. I doubt it. Oké. Even kijken, wat is dit nou precies? Dat lijkt mijn cel. Zit die daar misschien? Even kijken, ik moet de informant cel vinden, hè? Ja. Dit lijkt mij wel een cel. Maar wel een lege cel. Een keer in? Nee. Oké. Dan gaan we gewoon verder. En even over sneaker lopen. Anders horen ze mij natuurlijk. Zo, die storm komt wel aardig op, man. Oh, hallo. Had ik jou niet even gezien? En... oh mijn god, hoe hit dat niet? Ik hit het drie keer de muur of zo. Dat is heel apart. Ah ja. Ik ga gewoon verder. Woe, puncher shaft. Of zoiets. Puncher shaft, hoe heet het ook alweer? Ah, I like al dit. Mijn husband is anti-care. Oh, kijk. Dat is hem. Het ding is ook helemaal blauw geworden. Nice. Dus. Gevonden. En voor mij moet hij nog ontsnappen. Dat gok ik. Dat lijkt me wel logisch. Ah. I'm here to get you. Dat lijkt de Brad Pitt wel. Vind ik. There's an officer here. On Valen's staff. Ah, jawel. Aha. I'll be back. Dan zei Schwarzenegger ook. En toen kwam hij terug met een... Oh, dat gaat mijn mobiel opeens raar doen. Toen kwam hij terug met een truc. Reed hij het politiebureau in. Nadat hij zei, I'll be back. Maar ja, even kijken. Laten we verder gaan. Waar is die officer? Daar is die. Search. Hem dus doden. Oké. Okay. Dat wordt geen probleem, denk ik. Oh, kijk. Ammo. Dat heb ik nodig. Heb ik echt even nodig. Want zonder Wellrot een missie doen? Oh. Oh, ja. Yes. Nice. Even kijken. Weet je wat? Ik doe eventjes dit. Save game. Save. Aha. En dan gaan we gewoon dit doen. Vind ik leuk. Kijk, er zijn twee bij elkaar. Ah. Ik ga gewoon even snipen. En dan dit ding. Dat wordt leuk. Even kijken. Hallo truc. Yay. Oké, die gaan we snipen. Gewoon keihard. Geen silencer.
Geef wat action erin. Oh, daar is and got you. Oh, nog een keer. Zo. En jij. Dat is weer eentje. En dan doen we. Kijken, wind is een beetje zo. Zo moeten we raken, ja. Zoals online ook, hè. Volgens mij, sommige servers heb je... Oh, granaat, ik ben dood. Afval best mee. Op sommige online servers, doe ik wel eens, dan heb je niet dit gedoe. Maar dan moet je echt gewoon met de wind moet je alles opletten of alles wel gaat raken. En op heel grote afstanden is best wel lastig. Oh, granaat. Oké. Kijk, daar word ik vandaan gehit. Oh, dit is een beetje zo. Kun je bovenin zien de wind, hoe die precies waait. En dan zo moeten we hebben. Ja, nice. Ah. Al die stomme granaten. Gast. Oh, ik heb zelf geen granaten. Weiter zoeken. Ik kan net niet hitten. Dat is stom. En dan blijf gewoon doorgooien. Oké, die heb ik. Waar is die andere? Te reviven. Oh, we gaan weer een granaat. You seriously? Oké, waar is nog een die links? Waar was die? Wachtzaam blijven. Oh, daar komt die aan hoor. Even met Thompson pakken. I will find you, Amerikaner. Nou, ik denk dat ik jou eerst vind. Althans, wat jij eerst vindt, is de heeste hemel. En niet mij. Want je bent al dood voordat je mij überhaupt ziet, jongen. Ja, kom dan. Kom maar. Gast, loop gewoon door. Niet tegen de trap aanlopen. Ben je motorisch gestoord of zo? Kom op zeg. Je bent getraind. Je hebt jaren getraind. En dan kun je eens een trap lopen. Kom op zeg. Wat is dat voor soldaat? Nou, kom maar. Zit maar daar drüben naar. Oh mijn god. Poesie! Hè, poesie? Hier ben ik. Ja, daar ben ik. Ja, vind me dan ook. Je hebt me al gevonden, dat je weet waar ik ben. Moet je wel komen. Ja, goed zo. Ja, nice. Always watch your back. Oké. Dynamiet erbij. En daar is de andere. Net te laat. Oké, kom maar. Ik hoor nog twee, volgens mij. Geef me dekking! Jawohl! Oh, daar is één beneden. Ja, ik zie hem zo lopen. Die staat daar te campen. Oké. Even kijken, waar is nog één? Hier, even langs. Even kijken, eerst even healen, lijkt mij. Even een klein beetje helft erbij. Altijd fijn. Kijk, hieronder is nog eentje. Die komt nu omhoog. Zo. En daar in de verte ook nog eentje. Alleen waar? Daar is hij, daar is hij. Hoppa. He's down, tango down. En daar zie ik nog eentje. Dat is de officer. Ja, dat is de officer. Ik zag hem daar voor de ramen staan met zijn prachtige politiepet. Oh, 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 oh. Ja. Kijk, iets meer naar links richten. Weet je wat, doen we zo. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Even kijken, wel wat een moeilijke difficulty volgens mij, als het goed is. En oh, een beetje meer naar links. Nee, doe gewoon zo. Hoppa. Volgens mij van 30 meter maakt het er zo uit of je nou een beetje de wind aanpast. Oh, daar is hij. Ja, ik laat hem eventjes nog in leven. Trap af. Met een snelle vaart. Zoals Raphaël van de Vaart. Oké. Dit lijkt me zo. Heerlijke bloedige gevechten hebben plaatsgevonden. Of een marteling, dat kan ook. Oké, hier kan ik even heel veel searchen.
Relocate successful. Oké. Okay. Ah, hallo. Dat is een hit. En... wow, dat ding ontplofte. Wat de hel? Wat was dat? Schoot ik een granaat in zijn lichaam of zo kapot? Haha. Wauw. Nog steeds is die video geniaal. Haha. Wauw. Ja, kom hier. Praat tegen mij. Je zit hard. Duur. Oké. Voor mij alleen nog hij. Alleen die officer. En dan kunnen we ontsnappen volgens mij. Chill. Dan tadaan. Wordt het metaal tot tikken? Tik, 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 tik. Als het metaal warm is, maakt het dan het geluid namelijk. Ook onze kachel, als je die helemaal aanzet, hoor je gewoon continu tik, 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 tik. Dan rekt het helemaal uit namelijk. Oké. En hier is nog eentje. Oh. Searchen. Ik wil kijken of die kaarten liggen. Die... oh, ik heb wel een part. Nice. En daarom... search ik echt elke like. Want dan kun je van die weapon parts krijgen. En dat zijn gewoon dus nieuwe... onderdelen. Bijvoorbeeld voor de sniper. Vooral. Heb je nieuwe scopes. Nieuwe... grips. Nieuwe... barrels. En andere dingen. En voor online zijn die echt super chill. Ik heb nu namelijk de beste scope. De bronze scope. Dus ik moet het meeste in. Ik heb echt een heavy barrel heb ik al. En... tja, helpt heel erg. Ah. Hier is een boek. Voor 50 XP. Chill. En dan gaan we nu denk ik even naar boven hier. Naar deze jongen toe. Ja, ik zei jongen en niet jongen. Want jongen is leuker. Oké. Prepare to get raped. Even kijken, wat zit hier nog? Ja, een windwaaiertje. Hier is weer een boek, lijkt wel. Oh, ja, kaarten, kaarten, kaarten. Laat maar bij, ik wil die kaart hebben. Oh, hij komt eraan. Haha, hij vlucht. And I got you. Search, en ik heb de sleutel volgens mij nu. Keys. Keys. Nice. Inderdaad. Zeker nice. Oké. Echt iedereen vermoord. Dat ging wel zo snel. Even kijken. Want... nee, niemand is er. Er is gewoon niemand meer. Wauw. Oké, wat zit hier nog in? Dit lijkt mij een ammo depot. Verder leeg. Oké, dan gaan we even hier langs. Hier naar boven. En hier was ik al geweest, hè? Ja, ik was daar al geweest. Mooi. En dan hier langs. Dan geven we deze persoon searchen. Ah, ammo. Nice. Ah, dynamite. En weer iets hier. Nee. Wel een kaart. Nice. 3 van de 20. Nog 17 te gaan. Help. Kan die open? Nee, die kan niet open. Denk het. Oké, dan hier naar beneden. Dit is windeltrap af. En dan even nog hier langs gaan, denk ik. Ja. En deze even searchen. Zo. Pam, padam, padam. Oeh, kijk. Nog een gang daar. En een trap. Oké, interessant. Nog even daar langs gaan, lijkt mij. En dan gaan we hier naar beneden. Is hier nog iets te vinden? Het lijkt er niet op. Oh, hier is ook al iets. We gaan deze ladder dan hierheen. Zag ik nou een rat net of zo? Ik zag in ieder geval iets. Maar wat? Geen idee. Even kijken. Wat een doolhof hier. Wat de heck. En nu ben ik... hier. Oké. Even hier naar links dan. En dan weer naar rechts. En dan weer naar links. En naar rechts. Over 500 meter rechts afslaan. Onze TomTom vroeger. Of een Garmin eigenlijk. Had echt zo'n heel raar 6 geluid. Of een 7. Haar Z was zo apart. Ze zei over 666 meter. Echt zo'n Z. Niet zo'n Z. Gewoon als je zegt ze. Maar Z. Echt zo'n dat je heel lang maakt. Zo apart was dat. En altijd als we dat hoorden. Deden we zo na. Over 666 meter. En 666 kilometer. Anyway, dat deed het continu na. Zo grappig. Free the informant. Psst.
I'm glad to see you again. I'm glad to see you again, mate. The only way is through the front. Oh. But I'm a little the worse for wear. Ja, dat lijkt nogal logisch, want je bent bebloed en je bent het gemarteld. Freedom is a great incentive. Vrijheid. Yes, I can walk. Yes, I can walk. Prachtig. Move to the gatehouse. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Sniper Elite. Oh, en de volgende keer gaat het leuk worden, want ik zie nogal wat dingen eraan komen rijden. Oh, en er is nog een pensioncheck. Dat gaat leuk worden. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.